De afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van circulariteit. Bij tenders horen nu circulariteitsindexen en het rekenen van restwaarden geeft een nieuwe impuls aan je Grex. Hier, dankzij het spoor bij Utrecht Zuiden, staat sinds kort een opvallende gele toren. Dit 16 meter hoge gebouw wordt de Boomtoren genoemd en is onderdeel van de uitbreiding van het Hof van Cartesius. De Boomtoren waar we nu voor staan is grotendeels gebouwd uit hout en bestaat voor 99% uit gebruikte materialen. Wat circulaire gebiedsontwikkeling is, daar hebben we nou allemaal wel een beeld bij. Maar het wordt steeds praktischer. Wij krijgen steeds meer vragen waarin mensen op zoek zijn naar materiaallijsten. Maar ook vragen als, hoe ga je om met de wettelijke verplichtingen en eisen aan de MPG-scores? Wat doe je met al die eisen die gesteld worden? Met de opleiding Circulariteit de Verdieping ga je van de vraag wat is het naar zo doe je het. Jouw basis binnen circulariteit wordt steeds verder verstevigd, zodat jij jouw projecten efficiënt kan oppakken. Circulariteit is de toekomst. Wees er klaar voor.